Ik heb veel gezien. Ik ben hier al eeuwen. Ik ben steeds gegroeid. Dit is mijn plek. Ik ben deze plek. Ik was mooi. Ik ben mooi. Ik ben Amsterdam. Ik zie straten en huizen komen. Wijken, gebouwen. Ik zie ze verdwijnen. Ik zie mensen komen. En ook verdwijnen. Een eeuw geleden was er hoop, verwachting. Mijn mensen willen een nieuw begin. Ze willen gelijkheid, geen onderscheid. Er komen betere wijken, met lichte en ruime huizen. Altijd zijn mensen naar mij gekomen. Op de vlucht. Van ver. Zij vrezen voor hun leven. En vinden onderdak bij mij. Ze gaan wonen op mijn eilanden. Uilenburg. Marken. Vlooienburg. De armoede daar is groot. De huizen in verval. Oostwaarts wordt een nieuwe wijk gebouwd. Nu wordt die afgebroken. Afbraak is vernieuwing. Deze mensen waren anders en toch van mij. Ze komen van mijn eilanden. Ze gaven mij van hun taal en hebben mij lief. Ik was mooi. Ik ben mooi. Water siert mij. Doorstroomt mij. Het brengt mij schepen. Handelslui. Zij brengen mij welvaart. Ik groei. Ik bloei. Ik was rijk en belangrijk. Er kwam verkeer in overvloed. Er was een weelderige drukte. Mensen noemen mij Stad van de Zingende Torens. Jeruzalem van het Westen. Ik heb vele namen. Behoud is geschiedenis.
Mensen, mijn stedelingen, allerlei soorten mensen. Lief en leed. Allerlei soorten lief en leed. Maar vooral hoop. Verlangen naar een beter leven. Er stond een paleis. Paleis van glas en metaal. Het paleis voor volksvlijt. Vooruitstrevend en werelds. Modern en groots. Vijfenzestig jaar na de opening brandt het af. Het vuur is die nacht overal te zien. Voor sommigen is het een groot verlies. Voor anderen een opluchting. Mijn vele torens. Ze zingen allemaal anders. De Montalbaanstoren, een van mijn beschermers, geeft nu alleen de tijd aan. Maar de Zuidertoren is echt een zingende toren. Zij luiden allebei over mijn eilanden. De huizenrij wordt telkens onderbroken door een groot aantal gangen en slopjes die om en achter de huizen kronkelen, totdat ze eindigen aan de wallenkant van de Markengracht. Sommige huizen hebben een rioolafvoer die op de gracht loost. De bewoners gooien huisvuil uit de verdiepingen aan de achterkant der oude pakhuizen in de gracht, die 's winters stinkt en 's zomers de krotten vult met een onzichtbare en toch dikke walm die de muren zwart en goor en glimmend van vocht maakt. Midden in de huizenrij is een klein poortje, niet hoger dan 1,50 meter. Wie er door wil, moet gebukt blijven lopen totdat hij 20 meter verder op een oud erf belandt. Van de armste achterbuurt is de Rode Leeuwengang de vergaarbak van de diepste menselijke ellende. Aan de drie kanten van het erf staan 10 huizen, elk van 3 verdiepingen hoog. Elke verdieping bergt 4 eenkamerwoningen. Op een oppervlakte van nauwelijks 100 vierkante meter
vegeteren 240 gezinnen. Het aantal kinderen is ontelbaar. Ze krioelen op alle trappen. Ze kruipen over de vieze straatstenen. De huizen van de Rode Leeuwengang lozen niet op de gracht. Op elk trapportaal staat de emmer, soms met een stuk papier afgedekt. Vier gezinnen op één verdieping maken van één emmer gebruik. Drie keer per week komt de wagen van de stadsreiniging op Marken. De man met de ratel kruipt door de nauwe poort. In de Rode Leeuwengang is altijd ruzie. Er ligt altijd een kind op sterven. Evie, appelmoes. Een echte moeder van haar appeltjes. Onverzettelijk zit ze bij ze. In zon en in onzon. Laat waaien de wind. Laat gieten de regen. Loopt ooit een boom van zijn vruchten weg? Net zo min Evie. Ze loopt niet. Ze zweeft niet. Ze hangt niet. Ze zit. Zie maar. Natuurlijk. Een vent moet venten. Een moedje moet moe zijn, dus zitten. Van het minste jodenmoedje kun je de meeste logica leren. Niemand weet hoe oud Eva was toen de appel haar verdoemde. Evie dan wel? Ze is 30 van gezicht, 60 van zorg, 100 van verdriet en onsterfelijk van wil. Kinderen kreeg ze met pijn, bracht ze groot met zorg, verloor ze met smart. Deze straat. Een brede weg van asfalt. Verkeer raast er overheen. Verkeer dat onder het water doorgaat. Mijn water. De arme wijk is weg. De levendigheid is ook weg. Lief en leed is weg. Er is nu nieuw lief en leed. Deze straat. Hier staat een oud huis. Dit huis heeft veel gezien. Net als ik. Dit was mijn gezicht.
Ik heb ook wel eens gezegd. Oh. Ja, zo is goed. Tegenhouden. Pas op. Anders gaat de kracht weer in de kei. Hou in. We staan op hier. Mag wel volk maken. Moet je niet zo huilen. Kijk, hè. Dat is mijn vader. Waar is jouw vader dan? Vodden en benen. Vodden. Ik ben bij de huisbaas geweest om te protesteren. Ik heb gezegd, meneer, ik heb muizen en die neem ik niet. Toen zei hij, wat neem je niet? Ik zeg, die muizen, zei hij, die hoef je niet meer te nemen, je hebt ze al. Meneer Dinges, weet niet wat swing is. Hij weet niet wat saxofoon voor een ding is. Omdat zijn daddy ook dat van is. Mijn vrouw en ik zijn 10. Zegt de eerste weer, hoezo? Zegt hij, ja, mijn vrouw is de 1 en ik ben de 0. On the moeder's paraplu liepen eens 2 kindjes. Hanneke en Janneke, dat waren dikke vriendjes. En de klompjes liepen van ik en ik. Draaien anders dan haaien, van naar de haaien, eer je het weet. Draaien, laat je maar vaaien, om eens te zwaaien, weg is je leef. Want de wereld is rond. Bijgelovige mensen beweren dat een huis een ziel heeft. Dat is onzin. Een huis is een verzameling stenen en hout bij elkaar gehouden door kalk en spijkers. Een huis is een huis. Uit. Nuchter beschouwd is de verdwijning van de oude Joodse buurt dus een onaandoenlijk geval. En toch is het anders. 100 jaren woonden mensen in die buurt. Ze bouwden er hun synagoges en ze dreven er hun neringjes. Ze waren gelukkig met hun grote zorgen en bezorgd om hun klein stukje geluk. Ze hadden de stad, het trotse, het grote, het goedertierende Amsterdam lief. Zo zielslief. Mokum Alf, de eerste stad. Thank you.
uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag en Jurgen van den Berg. Het is nu zeker het schilderij Saul en David is definitief een echte Rembrandt. En internetcriminelen maken steeds meer gebruik van ransomware. Wat is dat? En wat is er zo gevaarlijk aan? Dat hoort u zo. In de ochtend, nu het NOS Journaal met Dorald Meegens. Goedemorgen. Zo dadelijk in dit NOS Radio 1 Journaal. Dan hoort u over de matchfixing affaire. Willem 2 zou meer wedstrijden hebben. Om aan de Duitse behoefte te voldoen, dat komt omdat er heel veel mensen werkloos zijn die niet kunnen terugvallen op een uitkering of bijstand zoals wij dat hier kennen in Nederland. En het weer. Steen. Diamanten worden ze genoemd. Een deel van mijn rijkdom. De mensen die naar mij zijn gekomen van ver, werken er goed mee. Werk dat ze altijd mochten doen. Ze willen zorgen voor elkaar. Oostwaarts bouwen ze nieuwe huizen voor elkaar. Ze beginnen een nieuw, beter leven daar. Ze houden van mij, ook in moeilijke tijden. Blauwe luchten, de vette weiden van uw polderland, uw zeekust, waar de blonde duinen rijen en de oude toren blikt op het brede strand. Ik roem uw hofstee in het geboomd verscholen, de blanke zeilen op het spiegelend meer, het vredig landschap met de oude molen, de bongert met zijn bloesems, fijn en teer. Ik heb u lief, mijn land, om uw verleden. Ik heb u lief, mijn eigen plekje op aard. En wil een vijand ooit uw grond betreden, een land als Nederland is het beschermen waard.
Deze tram. Tram 8. Een drukke lijn. Zij rijdt van en naar mijn eilanden. Zaterdag is ze bijna leeg. Maar zondags rijdt iedereen naar de markt op Uilenburg. Op mijn eiland. Mijn mensen vieren feest. Er is iets nieuws in de straat. Zij bouwen aan mij. Steeds. Het Amsterdamse ghetto is de moederschoot van het Nederlandse jodendom. Wie in West-Europa het oerlicht van de Joodse ziel wil opvangen, moet het Amsterdamse ghetto binnengaan. Veel is weg. Maar veel is over. De algehele overgave aan het leven. De blijde moed om van dag tot dag te leven. De zorgeloze vruchtbaarheid. Het onbekommerde geduld. Dat alles is er nog. Of ze bekeken zullen worden door hen die het ghetto niet vergeten willen, met liefde. Door hen die het willen leren kennen, met nieuwsgierigheid. En als de laatste meer zullen zijn dan de eerste, dan zullen zij, die zich voor hun ghetto schamen, ze ook weer gaan bekijken. Met spijt over zichzelf en naar ik hoop met bekering. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Onder sombere omstandigheden kom ik heden in uw midden. Andermaal wordt ons werelddeel geteisterd door de verschrikkingen van een oorlog. Dankbaar dat ons land den vrede bewaren mocht, verheugt mij dat onze vriendschappelijke betrekkingen met alle mogendheden onverzwakt voortduren. Ter handhaving van de volstrekte onzijdigheid, waartoe ons land geroepen is en waaraan het zich met inzet van alle krachten wijdt, heb ik mij genoopt gezien bevel te geven tot de mobilisatie van zee- en landmacht.
this country is at war with Germany. If the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Een nieuw begin, net als toen. De huizen wachten op de mensen, net als toen. Mensen zullen komen, maar het rumoer van toen komt niet. Ik zie straten en huizen komen, wijken, gebouwen. Ik zie ze verdwijnen. Ik zie mensen komen en ook verdwijnen. Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Het ANP deelt mede dat voorlopig bij de nieuwsberichtenuitzendingen de toevoeging publicatie in welke vorm ook is verboden, zal worden weggelaten. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waarop hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 4:15 het volgende mede. Van 3:00 af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald.